ging als volgt. Stijn is vandaag geridderd. En Stijn is 11 en ik heb hem nu aan de lijn. Dag Stijn. Hallo. Hey, je bent geridderd. Ja, dat klopt. Wat is hoezo geridderd? Ik ben ambassadeur van Stichting Opkikker. Stichting Opkikker, ja? Ja, er is een stichting en die geeft zieke kinderen een opkikkerdag. Een dag om eigenlijk even helemaal het ziek zijn te vergeten en een leuke dag te hebben. En daar ben ik ambassadeur van. Okay. En toen heb ik een lintje gekregen. Wat leuk zeg. En je kreeg een opkikker, want jij bent ziek. Ja, ik heb Behçet, een vorm van reuma. Ja. En er is eigenlijk, weet het, als je te veel doet, krijg je last van je spieren, van je botten. En ja, en toen ben ik ambassadeur geworden. Jeetje. En waar ging je naartoe vandaag dan? Naar het Spoorwegmuseum. Oh, wat leuk. En daar hebben we een fotoshoot gehad. Ja. En weet het, ik kom op de cover van de Kik te staan, een blad van de ambassadeurs. Wat goed, dat blad heet De Kikker. De Kik. De Kik, oké. Okay. En waarom het Spoorwegmuseum? Zelf ben ik helemaal gek van treinen. Oké. Okay. Dus daar was een hele goede plek om eigenlijk een foto van te maken. Ja, en bij welke trein stond je? We hebben nou eigenlijk bij een spoorboom gestaan. Oh. Omdat de fotograaf het moeilijk vond om, weet het, om de trein erop te zetten. Ja. Ze zijn allemaal heel groot en je krijgt er dan moeilijk op. Ja, dat heeft hij gelijk in natuurlijk. Ja. Hey, maar hoe lang ben je al fan van treinen? Eigenlijk al vanaf mijn eerste, dus al heel lang. Oké, vanaf je eerste ben je al fan van treinen. En heb je enig idee hoe dat komt? Nee, ik heb geen flauw idee. Nee. En wat zijn je favoriete treinen? De blokkendoos en Bello. Bello en de blokkendoos? Ja. En wie is Bello? Wat is Bello? Dat is een stoomtrein en die heeft de meeste kilometers van Nederland gereden. Jeetje, hoeveel kilometers? Ik heb geen flauw idee, het zijn er zoveel. Jeetje, en die andere? Die andere die heeft vroeger in Nederland gereden. Dat was een van de eerste elektrische. Oké, okay, en heb je zelf thuis ook veel kleine miniatuurtreintjes? Ja. Ja, ook een spoorbaan natuurlijk ook? Ja. Wat leuk zeg, hé. En je bent nu thuis natuurlijk? Ja, ik ben nu thuis, dus ja. En dat was natuurlijk een leuke dag, maar waarschijnlijk ook een zware dag. Ja, het was heel lang, want die fotoshoot duurde 1,5 uur. Jeetje. Dus het was heel zwaar. Dus je had wel weer last van je lichaam gekregen dan? Ja. Ja. Maar heb je altijd heel veel last? Of is het soms alleen als je heel veel inspanning hebt verricht? Ja, er zijn dagen en dan gaat het heel goed. Maar er zijn ook dagen en dan heb ik echt een hele grote dip. Ja. En dan kan ik, weet het, nog niet lopen of dan kan ik helemaal niks. Jeetje. En dan moet je in een rolstoel zitten? Ja. Ja. Maar je hoeft niet altijd in een rolstoel te zitten? Nee, ik kan ook gewoon kleine stukken lopen. Ja. Maar niet te ver. En wordt dat ooit nog, gaat het ooit nog beter worden? De kans die is er wel, maar die is heel erg klein. Oké, okay, dus je moet hiermee leren leven? Ja. En hoe is dat? Ja, ooit wel eens heel vervelend. Mm-hmm. Want ja, je kan heel vaak niet meedoen met andere kinderen die verstoppertje aan het doen zijn of tikkertje of iets. Ja. Dat gaat dan bijvoorbeeld niet. Nee. Het is vervelend is dat, hè? Ja. Ja. Hé, hey, maar je moet zo naar bed, hè? Ja, dat klopt. Ja, want je ouders zijn er niet en je oma past op. Ja, dat klopt. Oké, okay, zit zij te luisteren nu, oma? Ja, oma zit niet te luisteren. Oké, okay, en is dat een leuke oma? Hele leuke oma. Wil je iets zeggen tegen oma? Want oma die luistert nu, dus dan is het helemaal spannend. Hoort ze zichzelf op de radio? Of in ieder geval dat er iets over haar wordt gezegd? Is goed. Hi, oma. Wat leuk. Hey, nou, je hebt een prachtige dag gehad. Je bent geridderd. Je staat binnenkort op de cover van de Kik. Ja. En je bent fan van treinen en je bent naar je favoriete museum geweest. Dus het was een prachtige dag, hè? 5 juni. Ja, heerlijk. Na heel veel donder en regen komt ook weer zonneschijn. Absoluut. Hey, Stijn, ga zo meteen lekker slapen. En bedankt dat we je nog even mochten bellen. Is goed. En een goed, ook bedankt. En een goed aan je oma. Zal ik doen. Dag. Oké, doei. Top song.